Ja, is geweldig. Een geweldige slag. We zijn er ontzettend blij mee dat we tot overeenstemming zijn gekomen samen met Sligro. Waar wij eigenlijk een deal gemaakt hebben met hun, samen met Coop Supermarkt, dat 2/3 van de winkels zal naar Jumbo gaan en 1/3 gaat naar Coop. Dus een geweldige mooie acquisitie weer. Vorig jaar werd al bekend dat die MT-supermarkten niet zo lekker draaiden en moederbedrijf Sligro liefst met een samenwerkingspartner verder zou gaan. Toen zei u al van nou, wij willen ze wel hebben, maar toen hapten ze nog niet. Wat is er veranderd? Nou, de liefde voor de MT-supermarkt die is er al veel langer. Daar ben ik ook zo ontzettend verheugd dat we uiteindelijk tot een afspraak zijn gekomen. We hebben op allerlei manieren denk ik onze appetite duidelijk gemaakt. Soms doe je het goed en soms misschien een beetje onhandig. Onhandig? Ja, nou ja, goed. Het is natuurlijk een beursgenoteerde onderneming. Dat is anders dan hier. Wij zijn 100% familiebedrijf. Dus wij hebben geen bezit ergens op de beurs staan. Dat spel werkt natuurlijk net even iets anders. We hebben eerder getracht tot een gesprek te komen. En dat is niet gelukt, maar in tweede instantie wel. Dus het eindresultaat is helemaal prima. Het is duidelijk dat de ambities van Jumbo supermarkten hoog zijn of groot zijn. Marktleider is nog steeds Albert Heijn. Komt dat marktleiderschap voor Jumbo nou weer een stukje dichterbij? Nou, niemand binnen Jumbo is hier aan het werk om marktleider te worden. Wij zijn hier iedere dag keihard aan het werk om hele mooie winkels neer te zetten. Om iets te bouwen wat heel dicht bij de klant staat. We willen eigenlijk de klant iedere dag verrassen. Met mooie assortimenten, met extreem lage prijzen. Goede service in onze winkels. Daar blijven wij aan werken. En je ziet wat er dan gebeurt. Je ziet dat je daar gewoon gaat groeien. Want mensen vinden het fijn om blijkbaar ook bij Jumbo veel op boodschappen te doen. Laten we ons daar vooral mee bezig blijven. Albert Heijn is geen stipje op de horizon? Nee, ik ben helemaal niet bezig om marktleider te worden. Dat is een optelsom van heel veel verschillende dingen die je doet. Dat kan ook helemaal geen doel zijn. Het doel is om hele goede bedrijven te bouwen waar we toekomst mee kunnen bouwen. En dan zal de groei daar een resultaat van zijn. Snelle rekensom, 2/3 van 130, zo'n 70 à 80 winkels worden dan Jumbo winkels of blijven het MT winkels? Nou, je kan bijna hier komen werken als je snel kan hoofdrekenen. Dat is niet te geloven. Maar inderdaad, als je 2/3 van 130 pakt, dan kom je ongeveer op zo'n getal uit. En wij zullen in ieder geval de winkels dan ombouwen naar Jumbo. Laat dat duidelijk zijn. Net zoals bij C1000 winkels is gebeurd. Net als bij C1000 winkels is gebeurd. Maar goed, dat was een iets andere situatie. Waar we een formule overnamen die op dat moment heel veel nieuwe dingen hadden. En dan hebben we geprobeerd om daar naar te kijken. Nou, dit is denk ik een veel duidelijker zaak. De MT-formule genereert op dit moment denk ik ook niet het resultaat wat Sligro ook voor ogen had. Maar goed, dat is niet aan ons om daar een uitspraak over te doen. Wat wij graag willen is met Jumbo groeien. En deze locaties zullen omgebouwd worden allemaal naar Jumbo. Hier voor de deur van het hoofdkantoor waren wat toestanden met de bonden over de distributiecentra, over het uitblijven van de CAO. U heeft een eigen regeling met de ondernemingsraad afgesproken. Overname door Jumbo, gaat het personeel van MT erop vooruit of moeten ze vrezen voor slechtere arbeidsvoorwaarden? Nou, het is altijd nog zo en zelfs gewoon wettelijk bepaald dat er nooit iemand op achteruit mag gaan. En dat gaat hier ook niet gebeuren. Ik denk dat wij heel veel ervaring hebben in het overnemen van bedrijven en wat daarna moet gebeuren. Dus ook hier. Dus niemand hier bezig om de arbeidsvoorwaarden te verslechteren. Dat kan helemaal niet, dat willen we ook helemaal niet. Want we willen heel veel enthousiaste nieuwe medewerkers erbij. Die zijn belangrijk voor ons. Die zijn toch diegenen die het succes maken. Ze werken nou eenmaal binnen Jumbo. Ik mag hier staan praten dan met jullie om fantastische nieuws aan te kondigen. Maar het spel binnen het Jumbo bedrijf wordt wel gespeeld bij ons in de winkels. Het zijn wel onze echte Jumbo-rianen die iedere dag het verschil maken en verder de markt weten te veroveren. Nou, er komen natuurlijk een fors aantal winkels bij. Wij moeten er alles aan gaan doen dat de mensen die nou nog bij MT werken, hopelijk ook net zoveel enthousiasme bij ons aan de slag willen. Maar dan zullen wij zelf eerst moeten vertellen. En we zullen zelf moeten overtuigen dat we gezamenlijk weer een hele nieuwe fase ingaan. En hopelijk net zo'n mooi avontuur ook weer met elkaar kunnen maken als we altijd bij Jumbo hebben gedaan. Het personeel is het kapitaal? Bij ons is het altijd zo geweest vanaf dag 1. En daar zijn we ontzettend zuinig op. En dan zie je ook waar het toe leidt. Toch een beetje een Veghelsfeestje, want ook Sligro komt uit Veghel. En ook zij
halen er voordeel uit in die zin dat ze de Laplace-restaurants gaan beleveren die u eerder heeft overgenomen van het failliete V&D. Ja, het is misschien wel een beetje een vechelsfeestje, ja, absoluut. Buiten dat wij 2/3 van de MT-winkels overnemen, gaat Sligro ook Laplace voor het grootste gedeelte bevoorraden. Ik denk dat het een heel mooie deal is voor ons allemaal. Wij zijn natuurlijk met Sligro jaren in competitie geweest. Echt concurrenten van elkaar, samen in dezelfde markt. Soms vaak letterlijk en figuurlijk buren van elkaar en je gaat dan toch proberen te winnen. En die strijd is voorbij. Sligro heeft een retailtak verkocht. Ze zijn supergoed, denk ik, in het hele grootverbruikstuk. Daar zijn ze ook marktleider in. Dat weten ze ontzettend goed. En ik ben blij om te kunnen zeggen dat we met hun dan ook de samenwerking gaan voor het bevoorraden van de Laplace-restaurants. En ik hoop dat wij daar net zoveel succes uit kunnen halen als de verdere ombouw van MT. Kan je zeggen dat door deze deal rondom de MT-winkels dat beide partijen echt gaan doen waar ze goed in zijn? De ene in de groothandel, de andere in het supermarkt spelen? Ja, dat zijn uw woorden. Ik denk dat het heel mooi zo is. En je zit er synergieën voor beide. En in de business moet je die echt omarmen en beetpakken. En dit gaat zeker werken.